Count on Coin. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog op Banjo Town. Ik ben de gast, ja, Jori, hier met de enige echte... Jori. En dit is onze laatste dag hier in Keulen. En deze dag gaan we niet naar Gamescom, deze dag gaan we naar Video Day. We kunnen best naar Gamescom als we willen, maar we gaan naar Video Day. En hoeveel dagen gaan we? Eén. Nog niet eens één hele. Dus ik weet ook niet waarom het deze heet. Vind ik ook maar niet kunnen dit, Jori. Ja, dan moet de naam veranderen. Speciaal voor ons. Maar wij gaan nu wat eten. Ontbijten. Dus zeg maar, dat is het om eten. Hey. En kijken of Rick wakker is. Misschien moeten we dat even snel doen. Snel, Rick. Hij is lekker. Maar dit is denk ik iets te veel. Peper bedoel je. Peper. Ja, iets wel peper. Dat is geen ei, Jori. Nee, Jori, dat is peper met ei. Hey mensen, wij hebben zojuist even lekker gegeten. Ik zit hier samen met Rickert, die nog steeds ontbijt in zijn bek heeft. We moesten even snel weg, want Ilko die moet vroeg aanwezig zijn op Video Day. Toch, Ilko? Yep. Want wat ga je daar doen? Beetje snuiken. Gezellig zijn. Gezellig zijn. Ilko moet natuurlijk zijn contacten leggen voor de gatering. En wauw, heel erg onderbelicht hier. En zit je ook met Jori? Hey Jori, heb jij een beetje lekker gegeten? Ik eet nu nog. Oh, je eet nu nog. Jori is ondertussen bezig met de TomTom aan het instellen, want we weten natuurlijk niet waar het is. We hebben nu al twee jaar, of eigenlijk, we hebben nu al twee keer in het jaar naar Gamescom gereden. En we weten het nog steeds niet. Yay! We gaan nu naar Gamescom. Dus ja, maar het is naast Gamescom. Oké dan. Ja, doe normaal met je broodje. Nee. Doe een broodjesreview. Ik vind het echt een verschrikkelijk broodje. Ik heb nog nooit zo'n afschrijzelijk broodje gegeven. Geef het een 9 uit 10. Lekker man, hij back. Ja, geef het een 9 uit 10. I'm back. Ja, jullie filmen. Al die mensen die rijden. Deze rij, hè, deze rij begint niet hier. Ze begint wel hier, maar die eindigt niet hier. Want die rij gaat daarheen en die loopt zo. Maar deze rij, die daarachter op die catwalk staan, dat is ook nog een rij. Hey, hallo, welkom terug bij de Banjo Town Show. Dit is Rick en ik ben Jori. En vandaag, ik ben Ilko. En vandaag gaan we bij Ilko de Dutch pesten. YouTube Gathering 10. We zijn bij de Dutch YouTube Gathering 10. 10 in Duitsland. Duitsland YouTube Gathering 10. Ja, we hebben Nederland niet verteld, want jullie zijn echt irritant op die gatherings. Dus hier zijn alleen maar Duitsers vandaag voor Serpent Gameplay. Ik heb ook mijn shirt aan. Hallo, wij mogen niet naar binnen bij Video Day, want Divi Move is stout geweest. Nee, je hebt een dikke feest gehad. Divi Move is heel, heel erg stout geweest. Zit je nou met tape op, valt op? Ze mogen naar binnen! Jongens, we zijn aangekomen met onze partner Divi Move hierheen. En we zijn hier in de Divi Move stand, zoals je kan zien. En wij gaan nu eventjes lekker chill hier op de zitzak zitten. En we gaan gamen. Kijk, dit is toch gewoon veel beter. Niks in Wii U. Gewoon lekker in Nintendo 64 met wat spelletjes. Dat kunnen wij wel waarderen. Ja, kunnen wij inderdaad wel waarderen, ja. Beter dan Gamescom dit. Oh, hi. Hey, Jordi faalt in Nintendo 64 met Super Mario 64. Oh. Mario Kart. Dit is nou een scherpe man. En een sexy man. Sorry. Mensen, we gaan nu naar huis. Rick, ik en Jordi. Ilko blijft hier op de Video Day. We waren op de Divi Move stand, dat was nice. We konden naar binnen, alleen we hadden geen bandjes. Dus we konden niet echt, ja, we konden niet veel shit doen. We hebben even op de Nintendo gezeten. Dachten van ja, we komen niet eens het event binnen zo meteen. Dus laten we maar gewoon naar huis gaan. En gewoon lekker vroeg eindelijk een keer ons eigen bed te gaan. Want ik was ook wel echt doodmoe. Dus we gaan kijken of Ilko is nu zijn mic aan het. Oké. We gaan kijken of we een treinkaartje kunnen kopen op station Keulen. En dat moet hopelijk goed gaan. Hij is nu in mijn kamer aan het likken. Oké. Ik vind het heel naai ook al. Nog één ding, jongens. Even abonneren op deze baas. Ilko Show, Ilko Vlogging en Ilko Gaming. Hij is onze chauffeur geweest. Gewoon toffe dude. Dus check even allemaal zijn kanaal. Toch? Hij was ook vaderfiguur. En vader. En ik was moeder. Zorg dat die jongens een beetje goed eten en zo. Is wel belangrijk. Wij staan momenteel op de reisinformatie. Want wij willen met de trein terug. Wat eigenlijk best wel sowieso een niet handige move is. Want nu moeten we redelijk lang wachten. Net stond hij op nummer 11. Dus dat is niet. Daar staat hij op nummer 5. Wij hebben in ieder geval nummer 46. Ik weet niet of waar we naartoe moeten kijken naar het groep. Het zijn echt faggots, want dit is het kaartje, 46. En wat zij net zeiden, dat hij op 11 stond, dat is dus de counter waar je heen moest. Dus
Ach ja, niet zo slim. Dames en heren, zoals jullie misschien al wisten, gingen wij naar huis met de trein. Maar we stapten in de verdomde verkeerde trein. Dus een uur later zijn we weer terug op hetzelfde perron. En dit keer gaan we wel de juiste trein pakken. En ik begin ondertussen helemaal naar te worden van die Duitsers, van Duitsland, van die treinen hier zo. Want weet je waarom wij de trein hadden gemist of in ieder geval verkeerd hadden gepakt? Dat kutbord daar zo, dat werkte niet. Dat werkte niet, stond verkeerd. Dus wij gingen instinctief in de trein die 4 minuten van tevoren kwam. Die zeg maar om 22 ging. En hij kwam 21 aan, ging 22 weg. En om 25 kwam onze trein. Wij dachten instinctief, dat is hem. Maar het was hem niet. En ik heb het er nu al een beetje mee gehad. Jij ook? Ja. Ja. Hallo, beste man. Oh, wist je dat het laatste Duitse jongen? Dat is het laatste, oké, okay, omdat het er stond. Want daarna gaan we ook nog. Ja. Gaan we praten? Wat moet ik doen, hè? Gaan we het nu over hebben? We zijn nu op de trein Venlo. Jee. Ik veel. Ja, doe jij het maar. En dan zijn we... Hij is zo meteen in Nederland en dat is fijn, dan kan ik eindelijk mijn 3G aanzetten. Dan hoef ik niet meer voor die kut wifi spots te gebruiken. Dankjewel. Het is enigszins jammer dat ik bij dit laatste shot was vergeten mijn mic uit te zetten. Maar goed, ik bedoel, het is de afgelopen tijd allemaal goed gegaan. En dan helaas dat laatste shot waarin wij allemaal dingen heel emotioneel vertelden aan jullie. En de serie Am Keulen moesten afsluiten, is natuurlijk weer verneukt. Een excuus daarvoor, ik had even mijn mic moeten aanzetten, vandaar dat hij helemaal niet hoort. Dat is natuurlijk logisch. Maar goed, we zaten dus uiteindelijk in de trein richting Eindhoven. En daarna zijn we eigenlijk gesplitst en zijn Rick en Jordi doorgaan naar Amsterdam en ik naar Rotterdam. Het was heel gaaf en dat is natuurlijk ook wat we gewoon vertelden. Het was een hele leuke reis en bedanken jullie in ieder geval dat jullie kijken naar deze afleveringen. Dat steunt ons natuurlijk ook weer om dit soort dingen te kunnen doen. Rick is hier tegen zijn hand aan het praten. Ik heb echt geen idee wat we gezegd hebben hier zo. We geven jullie kusjes waarschijnlijk om jullie te bedanken. En we zitten in een nieuwe trein, dus we zijn ook heel erg onder indruk van de banken waar je op kan zitten daar zo. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken naar deze paar afleveringen van Am Keulen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral een groen duimpje achter. Klik even hiernaast op het schermpje naar de aflevering van vorige keer. En vergeet niet dat je kan abonneren, want we gaan nog veel meer uploaden. Jongens, later.